En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney, ik ben hier vandaag in een potje Bridge Domination op Core. Ik ga vandaag spelen met een Manowar met Elo, Rapid Fire en Fastmax erop. En ik heb daar een leuk dingetje bij. Ik heb de Golden Camo voor de Manowar en voor de K44, zoals je hier ziet. Kijk even shinen. En wat ik vandaag eigenlijk wil doen is heel eerst, ik ga jullie wat dingetjes vertellen en ik ga wat dingetjes uitleggen. Als ik hoop dat ik dat ook voor elkaar krijg, ondanks dat ik kaart heb afgelaten schijnt door de game. Ik zeg maar, het is mijn eerste potje vandaag. Dus kruip ik altijd volledig in mijn game. Dus let daar niet zo op. Auw! Waar is de derde hitmaker, jongens? Dat is niet cool. Jij de hitmaker, dankjewel. Oké. Top. Ja, ik ga hem niet eens volgen, man. Doei, hè? Oké. Even opletten. Securing Alpha. Ik had gehoopt dat er eentje aan zou komen. Want ik dacht dat er eentje aan zou komen. Er zat hier niet eens eentje. Kom dan. We lost Charlie. En er komt er sowieso eentje van hier, van deze kant. Ik voel het. Dan spannen wij nu hier. Oké, nou fijn. Ben ik hier al voor helemaal niks in toe gelopen. In ieder geval wat ik wil zeggen. Ik heb de Golden Camo. En ik wil heel graag de Diamond Camo hebben. En ik zag hem daar ergens al lopen. Oh, oké. Nou dan niet. In ieder geval wat ik daar zo van zeg is. Oh, ja, hij was me voor. Nee! Fuck. Jammer dit. In ieder geval wat ik wil zeggen is. Ik ga volgende week voor jullie lekker niet voor speed spelen. Want die heb ik ondertussen al een tijdje. En ik heb er nooit echt mee gespeeld. Tenminste, nooit echt voor op gameplay, want ik heb de game op een andere PlayStation echt helemaal uitgespeeld. Kom dan. Nee, fucking hell. Sprong daadwerkelijk gewoon omhoog. Oké, dat was echt de meest makkelijke kill die je ooit kon pakken gewoon. Maar ik was helemaal gefocust op die andere, dus dan vergeet ik het totaal. En mijn neus is een beetje vervelend, dus dan zit ik ze nu dan gewoon een beetje aan te duwen. Hey, wat een nepper. Oh! UAV inbound. Kom dan. Oh! Ah, ik dacht ik kan als ik eerst even uitloop en daarna weer in, dan heb ik hem wel, maar nee. In ieder geval, wat ik dus ook nog wel zeg, is dat ik nu ben ik mijn hele verhaal weer half kwijt natuurlijk. Dat heb ik altijd halverwege in de video. Of zelfs nog in het begin al. Dat kan ook altijd. Fuck you. Nee, ik wou een herladen. Maar nee. Maar natuurlijk ga je met twee man staan. Hoe makkelijk kan je een kill... Ze pakken echt de kills. Ze pakken echt gewoon de makkelijke kills gewoon, hè. Die mij steeds killen. Gewoon steeds net na een kill word ik gekilled. Dat klinkt op zich best logisch. Ik kom erbij. Ik zag daar net een kill dingetje. Kom erbij. Oké, er komt er een, ik zeg het niet. Wat de fuck, hoe kon ik hem niet hebben? Oh, god. In ieder geval, ik kom echt niet aan mijn verhaal toe zo. Maar wat ik dus wel zeg, ik ga nu waarschijnlijk een paar keer dood, dat ik gewoon mijn verhaal wil doen. Nee! Oh, ik was er niet aan het opletten. Dat ik heb het dus als ik een fucking verhaal vertel. En ik spawn nu hier, hartstikke mooi. Mijn verhaal is niet echt. Ik verneuk mijn eigen verhaal nu echt heel erg, hè? Oh, niet goed. Nee! Fucking hell. Oh, verschrikkelijk dit. Ik zou eigenlijk gewoon stil moeten staan, maar verhaal het net gewoon verder spelen, maar dat is ook geen optie natuurlijk. Dus wat ik in ieder geval wil zeggen, of probeer te zeggen, er komt hier ergens eentje. Niet! Nee! Fucking hell! Ik probeer me te focussen en ik wil proberen een verhaal te vertellen, maar ik kom er niet naartoe. Oké, we gaan gewoon poging 6000 proberen. Maar achter mij, serieus. Pas als ik zei, ze pakken echt alleen maar die makkelijke fucking kutkills. Ik ben niet stom. Kom op nou, man. Oké, dat was ook een makkelijke kill. En natuurlijk was dat ook weer een makkelijke kill, want ik draai me om. Securing C. Hoppatee, dan even die punten bij pakken, hartstikke top. In ieder geval, ik kom gewoon niet in mijn fucking verhaal toe. Dat vind ik echt verschrikkelijk gewoon.
Ik wil gewoon mijn verhaal doen in dit potje, maar dat lukt me niet helemaal. En als je die hele tijd probeert mijn verhaal te vertellen, krijg ik ook nog eens niet lekker. Dus het is gewoon dubbel kut. Oké. Nee. It's a marathon, not a sprint. You'll take the next round. Iedereen wil de hele tijd rondjes, maar het is helemaal niet slim. Er staan hier sowieso een paar te campen, dat zeg ik je. Securing B. Oké, er komt er eentje vanaf hier, ik zeg het je. Of vanaf daar, er komt er vanaf. What the fuck, ik had gezegd allemaal behalve hem. Oh god. Natuurlijk verlies ook nog C. Fuck you. Zo. Oké, nee, dan kan ik even snel mijn verhalen, want dat ik... Oké, hartstikke mooi. Wat ik wil zeggen is dat ik ondertussen aardig de golden camera heb, ik ook echt heel erg diamond en daarom speel ik ook, ik kan het hier wel laten zien in mijn class. Hier, ik speel veel Safeguard, dus hier heb je de Shiva, hier de XR2, kan je wel zien, kan je wel begrijpen. Dus dat ben ik in ieder geval heel veel aan het doen. Ik hoop dat jullie het allemaal al hebben, een aantal van jullie zullen ook al Dark Matter hebben. Maar dat maakt niet uit, ik ben hartstikke blij mee. En ik wil dus volgende week ga ik even lekker een speed spelen. Als jullie het echt niet als jullie denken, het echt een kut game doen, dan doe ik het niet. Als jullie denken, oké, ik kan wel een keertje, dan doen we het wel. Dat is net afhankelijk van jullie, dat is heel simpel in principe. Dus ja, dat is heel easy. En, afgelopen tijd is natuurlijk een, is natuurlijk allemaal nieuwe wapens en shit. Even opletten. Er zijn allemaal nieuwe wapens gekomen en daar komt er eentje. Dat heb ik dit. What the fuck, ik kon niet meer hebben. Waar speelt hij mee? Oh, met een manual, ik kon niet meer hebben. In ieder geval, er zijn allemaal nieuwe wapens de laatste tijd en ik word sowieso gekild nu. Ik word niet gekild. Ergens nu. En ja, oh, ik was niet al opletten. Ja, ik was helemaal gefocust op dat ding wat boven me. Had ik niet zo gek eigenlijk, hoor. Maar... Oké. Maar als jullie allemaal nieuwe wapens zijn, wil ik heel graag een nieuw wapen hebben. En zoals ik jullie nog wel even kan vertellen, als jullie het nog niet wisten, was het ook wel oké. Maar het komen in ieder geval allemaal nieuw. Ik ga zo een super grote supply drop shit opening doen. Dat lijkt me echt super leuk. Hoe schiet ik zo mis? Holy shit. Er komt er iets van links. Ah, twee man. Fucking hell. Hey, een Talon. Hartstikke top. Kijk. Ik moet even een goede plek vinden om mijn specialist te gebruiken. Dat moet ik op mid-range doen. Dat werkt het best namelijk. Nee! Fucking hell, ik ga 7-15. Holy shit, hey, we krijgen raps. Nee, dit is niet van hun. Oh, fucking hell. Nee. Dat wordt parkouren, jongens. Het wordt parkouren. Hoe kan hij mij hebben? Ik wil het nu echt even zien. Wat heeft hij erop staan? Grip, stok en niks, helemaal niks bijzonders. Ben ik echt zo slecht? Ik zou zeggen van niet hoor, maar... Oké, wie noemt zichzelf dan ook slecht? Dat is ook weer een zo'n ding. Nee! Fucking hell, ik word er zo boos van, hè. Holy shit. Er zitten hier sowieso een paar binnen. Nee! Fucking hell, ik zeg het net. Dat vind ik zo verschrikkelijk, hè. Als iets waar ik slecht tegen kan, dan zit het wel. Holy shit. Ga aan de kant. Losing A. Ik kan eerst normaal even lopen. Dit is best stom. Geet dat dan graag of niet? God, helemaal gezeid naar de knoppen voor dat ding. Charlie secure. Nee! Fuck! Fucking hell. Campers. Ik draai één ding, denk, ik kan wel even daar naartoe draaien. Maar nee, ik kan niet even die kant op draaien. Dat kan niet, dat is niet mogelijk, Rodney. Nee. Ik zag er eentje lopen. Ik zag hem lopen, maar ik zie hem nu niet meer, want hij is hier. En er zat er ook eentje daar, maar natuurlijk zit er ook eentje daar. Anders zou er natuurlijk geen plek op zijn met campers. Maar natuurlijk. Oké. Ik moet even goed denken, waar kan de rest? Losing A. Zolang ik nog steeds geen fucks heb gegeven om E, is er in principe niks aan de hand. Maar ik geef wel fucks om E. Oeh! Oh, ik was weer niet te opletten. Oh, liefst, we staan hier echt met een heel team gewoon. Oh, dat gaan we niet doen. We're being dominated. Take those positions.
zit er eentje binnen. Zo, alsjeblieft. Dan maak ik hem een stuk gemakkelijker zo. Nee, fucking hell. Ik was sowieso, ik was sowieso een KD van 50 tikken. Anders wil ik echt niet blij. Het is niet alleen dat mijn KD niet heel veel hoger ligt. Nee. Ah, maar natuurlijk ook Gravity Spikes. Ah, laten we dat ook nog erbij doen. Ah, en we gaan wel aardig gelijk op, zie ik. Dat is wel op zich wel fijn. Oké. Even opletten. Er staat hier... Nou, er staat hier geen. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Oké. Nee! Fucking hell! Hoe werd ik gekild? Oh, wel door hem. Ik dacht door die twee dingen die daar stonden. Oké. Ik hoor weer een ding aankomen. Oké, we staan gewoon voor. Holy shit, we gaan gewoon beter dan hun. Nou, niet dan niet specifiek ik hoor, want dat is helemaal niet het geval nou. Oh, fuck you. Level 50, hartstikke mooi! En geen twee kills. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet aan. Kijk, ik heb nu exact een KD van 50. Van 0.50 eigenlijk. Oké. Ik wil echt heel graag even één kill hebben en dan gewoon niet meer doodgaan. Ga ik naar het positieve dan een KD van 5 van 0.50. Ja, fix jij dat maar, ja. Losing Bravo. Friendly raid in your AO. Nee! Had ik hem? Ik had hem wel. Ja, ik had hem. Ik ging ook meteen dood. Maar dat maakt niet uit. Dan heb ik in ieder geval nog een beetje iets. Nog iets, weet je. Oké. Die van ons? Ik weet niet of dat ding van ons was. Let op, dat van jou heb ik eindelijk eens een keer. Helemaal heerlijk dit. Helemaal top. Oké, gewonnen. In ieder geval kan ik van deze video genoten hebben. Ik ging echt heel slecht. Holy shit. En mijn teammate. Oh, kijk, die eerste. Die ging... Oh, ik wil het even zien. Oh, dit is wel mooi. Ja, ik hou wel van dit soort killcams hoor. Dit is wel mooi. Oh, gesloopt. Totaal gesloopt. En kijk, dan hij wordt ook meteen gesloopt. Het lijkt net hardcore dit. Holy shit. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauwe duim op. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. Ik sta niet in de beschrijving ergens in de buurt, maar dat komt wel. Dat jullie vinden het wel. Het grote rode knopje als je abonneert wordt het wit. Dat vinden jullie wel. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauwe duim op. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. En ik sta helemaal laat van het team. Oh shit. Zo, jullie hebben niks te zeggen. Hartstikke mooi. In ieder geval zeg ik bedankt voor het kijken. Laters, dag en doei. En als jullie nog even, dat zeg ik er nog even bij. Als jullie willen dat ik volgende week Need for Speed speel. Laat even achter als ik niet gewoon Black Ops moet spelen. Laat even achter als ik een andere game moet spelen. Laat even achter. Gewoon commenten. Simpel. Laters, dag en doei.